Wat heb ik bij Huiting allemaal gekocht? Dit zit trouwens in Vianen. Deze handschoentjes. Dus om inderdaad straks op de moestuin mee aan de slag te gaan. En deze zijn wel wat duurder. Deze zijn 10 euro. Maar deze slijten natuurlijk niet zo snel. En blijven ook verder gewoon lekker droog aan de binnenkant. Dus die vond ik wel heel leuk. Maatje S, want ik heb hele kleine handen. Dus dat is gewoon goed. Ook nog Afrikaantjes, want die hebben blijkbaar een soort van magisch veld om zich heen. Waardoor er sommige dieren niet bij komen. Dus die ga ik ook om bepaalde groentes heen zetten. Gisteren heb ik het boek van Floor erbij gepakt. Floor Korte. Dit is wel de journal voor hem. Maar ik heb hem dus wat opgepimpt. Want links en rechts heb je dan inderdaad dus dat je ideeën kwijt kan. En ik heb het gewoon in een printversie gedaan. Dus hier heb ik bijvoorbeeld een plaatje ondergeplakt van die hele mooie Indiaanse maiskorven. Dat vind ik echt heel tof. Hier inderdaad een klein tekeningetje. Daar een bakje om inderdaad je groentes in af te spoelen met gaas. Dus dat is natuurlijk ideaal. Dan heb ik hier nog wat ideeën geplakt. En dan ga ik gewoon wel omheen schrijven en zo. Wat mijn idee daarmee is. En dit vind ik ook heel tof. Zo. Dan loop je daar echt als een boog, zeg maar, helemaal onderdoor. Ik vind het wel wat hebben. En dit is dus het officiële boek van Floor. Ik ben dus nu bezig in februari. Dus dan ga ik even kijken. Hier, ik heb het gevonden. Het is dus inderdaad voor tomaten. Hier staat het. Tomaten zijn erg gevoelig voor aaltjes aan de wortels. De aaltjes eten de wortels op, waardoor de plant doodgaat. Afrikaantjes, ook al stinkers genoemd, houden deze aaltjes op een afstandje. Hier, februari. Wat moeten we doen? Groenten binnenzaaien, dat zijn dus de paprika pepers, pluksla, rucola of tuinkers. Maar ook de kruiden kan je alvast gaan doen. Dus dit is het lijstje en daar ga ik vandaag mee aan de gang. En niks nog buiten zaaien, dus dat is duidelijk. Hier nog wat te doen, een lijstje. Dus moet helemaal goed komen. Eerst maar eens even voor gaan zaaien. Oké, ik moest nog even de rolschaatsen van mijn nichtje laten zien. Maar dit zijn ze dus geworden. Ik ga even vanaf het licht. Kijk, nieuwe remneuzen, felrood. En een stoere blauwe veter. En bij mij is het panter met een beetje blauw. Nice, oké. De lichtwieltjes gaan we nog een keer testen, maar dit is voor nu al goed. Oké, ik haalde mijn bak eraf, tenminste de deksel. En ik zie dus al dat er wat dingen heel erg mooi aan het worden zijn. Want de krulsla komt al op 3 plekjes omhoog. Verder hier nog niet. De pepers, dat zou ook nog wel even duren. Maar hier de radijs. Deze 3, deze, die en die. Die komen gewoon al helemaal mooi naar boven. Sommige mensen zijn hier niet in geïnteresseerd. Maar sommigen vinden het juist ook weer wel leuk om te zien. Dus ik ga toch maar inderdaad even gewoon wel een beetje mijn routine van vandaag laten zien aan jullie. Ten eerste heb ik ook een nieuwe blender binnen. Want ik heb natuurlijk een blender. Tenminste een keukenmachine. En daar kan een blender op. Maar ik heb geen blender. En de laatste blender waar ik de vorige keer mee had gefilmd, die kapot ging. Die was natuurlijk soort kapot gedraaid door het rubber die ertussen geschoten was. Maar ik heb nu deze van Princess. Black Steel, echt een heel stoer model. Met blauw light ring erop. Dat is ook wel tof. 1000 watt, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Je hebt hier eigenlijk een hele collectie trouwens van. Je hebt ook inderdaad een koffiezetapparaat, een waterkoker, sinaasappelpers en een broodrooster. Echt wel een hele mooie collectie. En dus mat zwart. Dus deze gaan jullie inderdaad ook vaker op mijn keukenblad zien staan. Want ik wil echt meer smoothies 's ochtends vroeg gaan maken. En om elke keer die keukenmachine uit mijn kast te pakken en die neer te zetten. En dan de blender op te installeren, dan schoonmaken en dan weer in de kast. Om 7:30 's ochtends is dat best wel een ding. Dus ik ga het even bij deze houden. En dan is het gewoon ook makkelijk schoon te maken. Want het is een heel makkelijke beker. Dus hier zien jullie nog meer van. Maar dit is in ieder geval alvast de box. Nou, dan hebben we natuurlijk wasdag. Want het is zaterdag. En het is inmiddels alweer 12 uur. Nee, het is alweer 1 uur. Ben ik om 6:30 opgestaan. Want ik moest 3 mensen opmaken voor een bruiloft. Degene die trouwde werd opgemaakt door de kapper. Maar de kapper had tijd tekort. Dus ik moest even haar moeder, de schoonmoeder en de zusje opmaken. Dus superleuk. Lieve mensen. Echt gewoon heel fijn om altijd en heel bijzonder om bij zoiets aanwezig te mogen zijn. Dus dat was 6:30. 7:10 zat ik in de auto. 7:10 was ik daar. Dus ja, ik had eigenlijk nog een hele lange dag. Ik ben even langs mijn ouders geweest. Even lekker de oefeningen meegedaan die mijn vader nu moet doen door zijn ziekte Parkinson. Ik vind het super knap. Dit moet hij dan 2 keer op een dag doen.
heel zijn leven lang. Maar ik moet zeggen, dit zijn wel echt hele goede oefeningen voor iemand die Parkinson heeft. Want mijn vader pakt alles heel traag en nu moet je groot bewegen. Sterk, hoog, groot. Dus het zijn echt wel hele goede oefeningen voor hem. Dus ik ben eigenlijk heel trots op mijn vader dat hij dit ook nu zo doet. Dat hij de energie ervoor, dat hij eigenlijk tijd ervoor maakt, maar ook de energie ervoor heeft en krijgt. En ik hoop gewoon dat het daardoor dat hij de ziekte beter onder controle kan krijgen. En dat hij zich in ieder geval weer wat makkelijker en beter kan gaan bewegen. Want dat is echt wel een ding. Wat ga ik nu doen? Ik had jullie natuurlijk nog beloofd even de blender wat beter te laten zien. Want zo zagen jullie hem natuurlijk vanaf de doos. En dit is dus de Black Steel Blender. Rond de 50 euro is deze. En gewoon heel stoer en tof design. Ook wel echt wel heel zwaar voor een blender. En aan de ene kant is dat niet heel erg, want dan blijft hij mooi op zijn plek staan. En dit is inderdaad dus met dat blue light. Ik ga het straks even bekijken als ik hem aansluit op de elektriciteit. Wat hij dan doet. Maar het ziet er gewoon echt goed uit. Mooie lange kabel. Dat vind ik sowieso altijd wel fijn. Dat ze niet te kort zijn. En zo zien de blades eruit. Dus dat ziet er ook wel goed uit. Want er zitten kartels aan. Dat heb ik zelf nog nooit gezien. Dus daar ben ik wel benieuwd naar wat hij dan precies doet. Dus zo zien ze eruit. Goeie deksel. Mooi afsluitend trouwens ook. Mooi rubber hier aan de zijkant. Tenminste, goed materiaal. En je hebt dus inderdaad wel wat verschillende standen ook nog. Maar ziet er heel goed uit in ieder geval. Er komt natuurlijk gewoon een blogartikel over. En nu eventjes nog de vaat wegwerken. En er zit ondertussen weer een wasje in. En die is als het goed is over een half uurtje klaar. Dus dan kan ik hem lekker buiten gaan hangen. Want de zon schijnt eindelijk weer eens een keer. En afgelopen zondag hebben we een lekkage gehad op de zolder. Dus daar hebben we gelukkig een emmer gelijk onder kunnen zetten. Maar je ziet hier wel een hele veeg nu. En daar is het dus gescheurd. Maar het scheurt overal hier nu op de zolder. Verder heb ik vanochtend wel even het aquarium schoongemaakt. En er zijn weer een aantal dingen veranderd. Want ik stoorde me namelijk aan iets. En waarschijnlijk kan ik mezelf voor mijn kop slaan. Maar mijn kamer is nu zo. Daar stond mijn bureau. Die staat nu hier gelijk om het hoekje. Want ik zat hier te knoeien met deze hoek. Ik had zoiets van, ik wilde altijd al een bureau met een ladekast naast me. Zodat ik overal gelijk bij kon. Het opmaken was lastiger. Want ik moest het allemaal inderdaad in de badkamer doen. Waardoor de helft van mijn make-up daar moest worden neergezet in een tasje. Waardoor ik 20 keer in en weer moest lopen. En nu dacht ik, nou dan zet ik hier gewoon een spiegel bij de hand. Kan ik hier mezelf gewoon 's ochtends op gaan maken. En dan kan ik hier in de toekomst gewoon een lekkere zitbank of een lekkere, ja, wat een leuke roze fauteuil of zo. Met een stoere lamp, iets. En dan in de toekomst komen hier natuurlijk nog die deuren voor. Maar dan gaan die gouden boksen gaan gewoon eventjes weg. De trouwjurk heb ik inderdaad op de andere kamer gehangen. Want het was gewoon op een gegeven moment too much hier op deze kamer of zo. Dus ik ga die kast eventjes opnieuw indelen. Dat even wat rustiger maken. Even die krat ook gewoon op de andere zetten. Dat die gewoon allemaal bij elkaar staan. En de dingen die ik niet meer gebruik, die ga ik ook gewoon gelijk eruit halen en wegdoen. Dus ja, daar ben ik eigenlijk momenteel nu even mee bezig. Dus het staat nu zo in deze hoek. En ik vind het eigenlijk op een of andere manier rustiger. Het enige wat ik heel vervelend vind, is dat de stopcontact dus zo hoog zit. Waardoor dus die kabel zo daar loopt. Maar goed, als dat het enige is. Maar goed, daar op die hoek hadden we namelijk twee stopcontacten naast elkaar gemaakt. En inderdaad, dat ik gewoon op de kabel kon zitten. Maar daar had ik niet heel veel verschil van, want mijn computer is gewoon wat trager. Dus ik ga het gewoon even zo proberen. Gewoon omdat ik denk dat het zo wat rustiger is of zo. Omdat die kast nu ernaast kan staan. Want ik dacht, ik kan die kast wel hiernaast gaan zetten. Maar dan vind ik het nog even wel heel erg druk. Want hier moeten gewoon eerst gewoon even die deuren voor worden gezet. Ooit een keer in de toekomst. Dus ik ga dit even gewoon opruimen. Even lekker stofzuigen, stoffen. Dat ga ik allemaal een plekje geven. Die gouden boksen ga ik denk ik gewoon op de zolder even zetten. Want dan moet ik ook even ruimte gaan maken. En dan
heb ik dit weer eventjes allemaal overleefd. Mijn ouders hebben nog vanochtend inderdaad of vanmiddag even een bammetje hiermee gegeten. En ja, nu ga ik gewoon dus even lekker opruimen. En ondertussen is het een oase van rust, want hier staat nu mijn bureau niet meer. Het is echt kaal gewoon. Dit heb ik even een beetje opgeruimd. Even uitgestofzuigd. Drie keer vloog er natuurlijk iets in die zak. Dus elke keer heb ik heel de stofzuiger kunnen openen. Zo ziet het er nu uit. Ik heb het eventjes zo neergezet. Gewoon puur omdat ik nu gewoon heerlijk dat kastje ernaast kan hebben staan. En dat ik mezelf weer 's ochtends gewoon aan een tafel kan opmaken. Voor een spiegel. Nou, gewoon wat meer op mijn gemak of zo. Ik hoef het niet allemaal weer naar die badkamer te slepen. Waardoor de badkamer nu ook gelijk een stuk rustiger eruit ziet. En ik heb hier deze van de bruiloft die bij de cadeautafel stond, heb ik hier nu gezet. Die heb ik straks nodig om de video bij in te spreken. Dat is mijn snowball trouwens. Die is niet heel duur, maar qua kwaliteit is die wel heel fijn. Hier heb ik even een weekplanner neergelegd, want dat is echt wel heel fijn om te hebben. Met zo'n planner heb ik gewoon net wat meer overzicht en kan ik in één opslag zien wat ik allemaal moet doen en wat ik niet mag vergeten die week. Dus dat is sowieso top. Ik heb deze twee kale notitieboekjes nog gevonden in een box. Dus dat is sowieso chill, want die komen altijd goed voor pas en die zijn wel leuk voor de moestuin. Dus die. Nou, de lamp heb ik hier gezet. Nou, dat is prima te doen. Mijn oplaadpunt voor mijn Apple Watch. Dat is ook altijd wel fijn. En gewoon een aantal pennen die ik altijd bij de hand kan hebben. Maar als ik me omdraai, is het hier ook opeens kaal. Want mijn kledingrek heb ik aan de andere kant gezet. Waarom? Omdat het gewoon heel rommelig oogt. En dat vind ik drie keer ruk, want daar hou ik niet van. Dus hoe heb ik het nu gedaan? Ik heb hem nu gewoon hier lekker neergezet. Dus dat is gewoon dikke prima. Dus dit moet ik nog even opruimen. Mijn riem, mijn broek moet ik nog even opvouwen. Maar hier hangen gewoon lekker onze jassen, de vesten die we erbij kunnen pakken. Dus dat is gewoon dikke prima. Merel is bij mij heerlijk de Sims aan het doen. En straks komt er een heel tof object hier binnen en daar ga ik een hele toffe winactie van maken. Dus die is ook voor jullie. Maar Merel is hier nou lekker aan de simsen. Vanochtend hebben we heerlijk met de plantjes zijn we bezig geweest. Oh, kijk. Ja, daar is die al. Woon online. En ondertussen is van Woon online de Richmond stoel binnen. Velvet gold pink. Zo ziet hij eruit. Hij is echt heel netjes verpakt. Dus we gaan hem even eruit halen. Poten waren los heel netjes verpakt, dus die heb ik hier eventjes neergelegd. Dus we gaan even nou de stoel in elkaar zetten. Maar kijk hoe pretty! Oké, tekening zit erbij. Moet lukken. Moet lukken, ABC'tje. Komt goed. Hoe kan jij dat dan wel? Ik wou net zeggen, makkelijker kan het niet. Dan zit er hier eentje heel erg te tobben. Oké, gaat lukken. Ja, moet ik even trekken? Ja, dit erin afhalen, ja. Wie laat ik het werk doen? Nee, gaat goed. We zitten samen even die poten eronder te zetten. En dat gaat eigenlijk best wel simpel. Want je hebt inderdaad gewoon een AB. En dat de C is gewoon de tool waarmee je het aandraait. Dus dat gaat eigenlijk gewoon best goed. Dus zelfs kind kan de was doen. Toch, Min? Ja. Nee, ik kan de was niet doen. Ik weet niet welke graden. Oh, nou ja. Stoel. Stofzuigen. Dat wel. En een kind kan stofzuigen. En een stoel in elkaar zetten. En een stoel in elkaar zetten. En de stoel heeft een plekje gekregen en hij zit heerlijk. Of niet meer? Ja, echt heel lekker. We hebben even die stoel even aan de kant gegooid. En dit is nu de stoel geworden. Het is echt een heel verschil. Ik zal ze even naast elkaar zetten. Jullie begrijpen wel waarom ik het in de ene stoel wat langer zal volhouden dan de andere. Maar het is echt een plaatje. En ik ben er super blij mee. Dus deze stoel is van Woon Online. Want ik kon deze nergens meer online vinden. En Woon Online had hem dus nog wel. Dus hij heeft inderdaad gouden pootjes. Er zitten stoppertjes onder, dus dat je vloer niet beschadigt. En deze interieurcollectie is van Richmond. Dus sowieso altijd al een hele mooie collectie. En hij is dus vloers. Dus dat betekent dat je dit effect erin kan krijgen. Maar lichtroze, ik ben er helemaal happy de peppy mee. En hij zit heerlijk. Je hebt lekker steun aan je rug. Hier hou ik het gewoon heerlijk vol als ik lekker hier aan het bloggen ben. Dus stop, we hebben even foto's gemaakt. Ik moet natuurlijk wel een foto op mijn Instagram komen. Zodat hij natuurlijk een beetje bij de feed past. En jullie ook kunnen zien ja, hoe die is geworden. Dus ik denk dat ik voor deze foto zo ga. Super leuk! Oké, happy. Nu nog even foto's maken met de camera en die komen dan op mijn blog te staan. Oké, goedemorgen. Hoe staat het ervoor?
Nou, ik ga het jullie even laten zien. Zo staat de stoel. Fantastisch. En hij zit zo lekker. Het is eindelijk gewoon nu een plekje waar ik gewoon veel relaxter kan werken. Want ik heb gewoon nu lekker steun in mijn rug. Dit is wel even net als onze bank. Hier ben ik heel autistisch in. Dit moet gewoon netjes zijn. Glad. Geen vlekken. Maar de stoel zelf zit echt geweldig. We hebben wel even nog van die zachte kussentjes onder de poten gedaan. Omdat deze vloeren nogal snel krassen en putjes inkomen. En ze hadden het heel mooi afgewerkt met een klein rond balletje. Maar dat hebben we dus inderdaad nu met stof gevuld. Dus nu kan ik hem ook makkelijker schuiven zonder dat ik me druk hoef te maken over krassen en dingen. Plus, de meeste zaadjes komen nu echt al uit. Dus waar ik bang voor was, de paprika doet het eigenlijk al heel goed. Die komt eigenlijk in ieder bakje al wel omhoog. Dus nou, dat is goed. Alleen ik heb de verwarming uitgezet, want anders wordt het plantje te slap. En dan gaat hij echt te hard. Hier zie ik bij de basilicum ook al het een en het ander gebeuren. Dus hier zie ik wat groens. Daar zie ik al iets komen. Hier zie ik al iets komen. Dus op zich, de basilicum komt ook al omhoog. Dus dat is ook een plus. Bleekselderij, dat zijn die. Die komen al omhoog. Hier de rode peper. En daar komt ook al een rood pepertje omhoog. Die hebben er echt lang over gedaan. Want die heb ik 19 januari al erin gedaan. Nou, dat duurt dus wel lang. Hier twee hele kleine plantjes van oregano. Bleekselderij of de bosui heb ik iets weer afgeknipt, maar die groeit weer aan, want die groeit anders veel te snel. Dan zitten hier drie rijtjes tijm nog in. Nou ja, dat hebben we pas net gezaaid, dus dat kan nog wel even duren. En ja, nou ja, goed, alles groeit eigenlijk nu wel netjes. Dus ja, zoals ik al zeg, ik ga het niet te warm maken hier op de kamer, want anders wordt het steeltje wordt dan te dun, waardoor die niet sterk genoeg is. Mijn Apple Watch even omdoen en dan ga ik eerst mezelf opmaken, boodschappen doen, dan een stuk lopen, dan de video's editen. Oké, boodschap in huis, koelkast weer vol. Nu even een lekker muziekje in en richting het bouwland lopen. En dan ga ik daar even met mijn camera, of tenminste mijn mobiel, even wat filmpjes maken, foto's maken. Dan kan ik een beetje wat beter zien hoe ik het allemaal straks wil. Dus ja, komt goed. Het wordt vandaag een iets ontspannender dagje, want dit weekend hebben we ook echt helemaal niks. Dus dat vind ik sowieso echt heel lekker, want we zitten verder tot 18 april vol ieder weekend. Toen ik hier net een week denk ik in huis zat, had ik al iets doms gedaan. En ik denk nou, ik fix het even. Maar het wordt alleen maar erger. Ik had namelijk toen mijn gel nagellak uitgeprobeerd. En als je het goed kan zien, is het helemaal lelijk. Maar echt gewoon, het is ruw, het is gewoon echt niet mooi. Dus ik denk, ik ga gewoon nu even licht mijn bureau schuren. Dan verf ik hem even gewoon de bovenkant mooi in met de sikkerslak, witte lak. En dan heb ik ook weer een glad bureau, want dit is echt heel erg naar. En het probleem is opgelost. Ik heb gewoon even een fijn schuurpapier gebruikt, de gele variant. En hier netjes alles op een papiertje gezet. Het was net wel even op de PVC-vloer gekomen, een paar spetters. Maar snel weer opgelost met een wc-papiertje. Nu glimt hij gewoon weer prachtig. Dus nu heb ik een hoogglans bureau. Hij is niet meer mat. Maar ik vind het wel mooi zo. Het is in ieder geval opgelost. Je hebt geen rare vlekken meer. Dus ik doe nu even hier de deur dicht. Ga ik even hier rondom bij de kamers even alles schoonmaken en poetsen. Doe ik deze kamer over 2 uurtjes. Dus dat betekent dat het dan 2:30 is. Dan kan ik er gewoon weer dingen langzaam op gaan zetten. Maar ik laat hem denk ik gewoon voorlopig even lekker zo staan tot morgenochtend. En dan zet ik er dingen op. Lijkt me iets verstandiger. Wil jij dus deze hele toffe stoel dus ook winnen? Het is dus Floors. Of Velvet. Of nou ja, hoe je het ook wil noemen. Hij is van Richmond. En gouden poten moet je dus wel inderdaad zelf bevestigen. Maar het is wel zo dat je mij op Instagram moet volgen en woon online. En op mijn Instagram, en die link zal ik dus ook hieronder in de beschrijving zetten, kan je dus inderdaad dus ook een foto op je story delen. Wat is ook vooral belangrijk om te weten. Mocht je deze stoel winnen, moet je hem wel in Alkmaar ophalen. Dus voor de een zal dat makkelijker zijn dan voor de ander. En de een zegt, ja, ik heb het ervoor over om zo'n stoel dan helemaal in Alkmaar op te halen.
De ander zegt, nou, dan is het helaas niks voor mij. Denk er even goed over na, want hij zit echt fantastisch. Ik heb al heel veel reacties voorbij zien komen van meiden die hem ook op hun beautykamer willen zetten. Of juist in hun woonkamer. Hij kan overal. Hij kan echt overal. Hier is dus het labeltje van Richmond. Dus dat je even kan zien dat hij van dat merk is. Die hebben sowieso hele toffe stoelen. Want hij is ook in het beige en in het groen. Een beetje groen-blauw. Ook echt heel tof. Maar goed, alle stappen zal ik hieronder in de beschrijving zetten. Wil je dus meedoen? Gewoon doen. Gewoon echt leuk. Probeer een kans te maken. En volg mij op Instagram. De meesten doen het al. En ja, ik zie jullie dan bij de volgende video terug. Want ondertussen is mijn bureau hard... Dit is echt heel erg. Mijn bureau is diehard aan het drogen. En ja, de enige plek die ik heb gespot, die niet helemaal goed is opgedroogd, is daar achterin links. En omdat ik dus nog niet mijn spullen, mijn man zegt ook al, ik zou echt tot morgenochtend wachten, morgenmiddag, voordat je alles erop gaat zetten. Dus ja, ik ga even onder het bureau werken vandaag. En het is trouwens ook al 4:15, dus ik ga even de video editen. En dan ga ik beginnen met de risotto, met chorizo. Echt super veel trekken trouwens. Dus daar ga ik gewoon straks mee beginnen, maar eerst ga ik even heel snel die video online zetten. Dan hebben jullie in ieder geval nog kans tot 11 maart. Want 11 maart wordt de winnaar of winnares gekozen van de toffe stoel. Waar ik heel blij mee ben. Echt super blij. Ik ga nu even werken en dan zien jullie bij de volgende vlog gewoon weer terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en laat een comment achter.